Erwin Rogges. En we hebben samen met mijn schoonouders en mijn zwager hebben we een melkveebedrijf in Blankham. We melken rond de 300 melkkoeien. En we hebben deze koe opgegeven voor de koe van het jaar, omdat wij in onze ogen een zeer sterke, krachtige koe die makkelijk drachtig wordt, geen problemen heeft, eigenlijk makkelijk kan doen. We voeren een volledig TMR-rantsoen, dus we moeten ook echt uitvoeren wat voor het voerrek ligt. Ze zijn wel dagen geweest dat ze 70 liter per dag gaf. Nou, dat is voor ons een reden geweest om haar op te geven voor deze koeverkiezen van het jaar. En hopen dat we daar eigenlijk een heel eind mee komen. Doris 1 heeft in de eerste lactatie in 305 dagen 9.929 kilogram melk gegeven, met 3,90 vet en 3,52 eiwit en een lactatiewaarde van 132. Ze heeft in de tweede lactatie van 305 dagen 13.151 kilogram melk gegeven, met 3,86 vet en 3,50 eiwit en een lactatiewaarde van 130. Ze heeft in de derde lactatie van 305 dagen 15.991 kilogram melk gegeven met 3,59 vet en 3,31 eiwit en een voorspelde lactatiewaarde van 130. Verder heeft ze een celgetal van 60, een verwachte tussenkalftijd van 335 dagen en geen dierenartskosten.